Him for the Weekend. Om te beginnen met Him voor de Weekend gaan we altijd naar de Little Hims. Hè. Dat zijn een beetje de hoogtepunten van de week die wij iets wat wij hebben meegemaakt. Hebben jullie überhaupt iets meegemaakt? Dat is dan mijn eerste vraag eigenlijk. Nee, wij maken helemaal niks meer mee. Nee. Nee. Wie maakt er nou nog wat mee? Dat is dus echt niemand. Zo kut. Het is echt verschrikkelijk. Elke keer zit ik daarover na te denken, over te bakkeleien van wat ga ik daarover vertellen. Maar ik maak gewoon heel weinig mee in zo'n week. Ik ook. Ja, maar toch ben ik er wel benieuwd. Imke, begin jij met jou? Ik begin. Ja? Nou, het leukste wat ik afgelopen heb meegemaakt is dat gisteren had ik een avond eigenlijk waarbij, hoe noem je dat ook weer? Een online borrel, zo noem je dat. Ja? Een online borrel. En ik had heel eerlijk gezegd helemaal geen zin in. Dat was met 3 vrienden van mij en ik zei, we kunnen toch wel gewoon bij elkaar zetten. Al kan maar iets de maatregelen versoepelen. Voor jezelf? Ja. Nee, we doen het echt online. En nou, toen vond ik het zo lief, want toen kwam dus een vriend van mij, die kwam dus 3 stukjes taart brengen. Gewoon even voor de deur afgeven. En een vriendin van mij, die kwam dus het flesje wijn brengen. En toen dacht ik echt, maar dit is dan wel weer echt heel lief. Ja, maar dus je hebt wel hele verstandige vrienden dan. Of hadden ze gewoon geen tijd om even langs te komen? Of geen zin, weet ik wel. Ja. Ze hadden gewoon de camera uitgedaan, dan lieten ze mij maar lullen. Oh, dat was het misschien wel. Ik zal ze nog eens even vragen. Maar jij hebt dus een online borrel gehad. Het wel leuk. Ik weet niet meer hoe de app heet, ben ik even vergeten. Maar het was dus, zij hadden dus een app aangemaakt, waarbij je echt als robotje kom je dan ergens een soort van eiland binnen. Oh. En dan kun je dus ook naar een bar. Ja, nee, het is echt waar. Ja. En dan kun je dus zelf naar een barkruk lopen of naar een strand lopen of wat dan ook. Maar je ziet jezelf dus ook niet. En dat maakt dus een online borrel zoveel beter. Het is een soort van game als je jezelf niet ziet. Maar echt Rick, want weet je wat het is? Als je jezelf ziet, dan ga je dus op jezelf letten en dan ben je eigenlijk niet echt met de ander bezig. Tenminste, ik doe dat. Nou, ik merk het sowieso als ik voor de opleiding of zo in een teamsgesprek zit. Dan zie ik ook altijd mensen met hun oog even naar de rechter van het beeldscherm gaan. En dan denk ik van ja, je bent volgens mij op iets anders aan het letten. Nou, precies dat. En dan is het gewoon, dan loop je gewoon zelf als figuurtje. En weet je wat ook grappig is? Als je dus verder van elkaar afloopt, als dan de een naar een park krijgt en de ander naar het strand, dan hoor je elkaar dus ook minder goed. Dan is het ook van, waar ben je? Ja. Dus je kunt een soort van linksvoor effect op een festival gaan creëren. Precies. Van waar sta je? Linksvoor! Ja, precies dat. Dus echt, het was aanrader. Oké, leuk. Maar gaan jullie dat vaker doen? Zijn er nog leuke dingen besproken? Smeuïge dingen? Nee, wat bespreek je met elkaar? Nee, het was gewoon... Was gewoon gezellig. Ja. Rick, kun jij daar overheen? Heb je ook een online borrel gehad? Nee. Nee? Nee, ik doe dat gewoon offline wel. Ja. Nee, ik heb eerlijk gezegd, zoals we begonnen, niet heel veel meegemaakt. Nee. Niet heel veel bijzondere dingen die eigenlijk het bedoelen waard zijn. Maar ik heb toch één dingetje even eruit gepakt. En dat is eigenlijk niet iets van deze week, maar iets van vorige week. Maar ik dacht van, ik was er vorige week niet, dus ik bewaar hem gewoon. Ja, dat kan. Ik heb het gewoon meegenomen, zeg maar, omdat ik echt niks beters heb, hoor. Nee. En het is een beetje lastig, want ik kan niet alles erover vertellen, want dat mag niet. Want het is iets wat op mijn werk gebeurd is en dat moet intern blijven. Ja, vrij. Maar, ja, precies. Maar wat is het geval? Er is iets gebeurd, zeg maar. En dat is op zich niet heel spannend allemaal, maar iets in het kader van calamiteit, dat soort dingen. Oh, volgens mij heb ik dat wel gezien op jouw Instagram. Kan dat? Precies, ja. Ja, precies. Nou, aan de ene kant niks bijzonders. Daarvoor ben ik daar ook, zeg maar. Dat hoort gewoon bij mijn werk om daar dan op te reageren. Is allemaal goed gekomen. Heb ik allemaal gewoon keurig volgens protocol gedaan. En toen kwam ik de volgende dag op mijn werk. En stond er een flesje bubbels voor me klaar. Oh. Met een kaartje van de baas. Oh. Dankjewel dat je oplettend bent en goed gehandeld hebt. En toen dacht ik van ja, dat hoef je natuurlijk helemaal niet te doen. Nee, en als ik het niet goed had gedaan, dan had ik de wind van voren gekregen. Maar dan is het toch ook wel weer fijn als je het wel goed doet, dat het ook gewaardeerd wordt. Nou, dus mijn little him gaat naar mijn baas. Is er iemand gewond geraakt? Nee. Oh. Nee, ik kan wel zeggen. Helaas. Wel, nee, niet helaas, maar dan was ik het geweest. Hey, wat maakt een flesje drank toch gelukkig, hè? Nee, ik vond het gewoon een mooi gebaar. Vooral omdat het niet hoeft, zeg maar. Ja, dat is toch wel netjes. Toch goed gehandeld, Rick. Mijn compliment ook. Nou, ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar het klinkt wel spannend. Ga jij eroverheen? Nee, zeker niet. Nee, het is voor mij ook weer een hele spannende week geweest deze week. Gewoon weer een week van heel veel thuiswerken en binnen zijn. In verband met de avondklok en zo. Dus er is eigenlijk helemaal niks gebeurd. Ik dinsdag dan wel legaal de avondklok live mogen ervaren met een werkgeversverklaring. Een heel leeg Utrecht centraal gezien.
niet voelde gecontroleerd. Voelde je niet echt supercool dat je dacht, ik heb een werkgeversvraag. Ik wilde gewoon dat iemand je aansprak. Ja, dat eigenlijk wel. Maar ik stond dus op het station en ik was op de klok aan het kijken. Want het was op een gegeven moment was het 8:58. Toen dacht ik van, ja, zometeen is het 8:09. Ik ben benieuwd of er dan ook echt agenten komen om mensen te controleren, weet je wel. Ja. Maar dat was dus helemaal niet het geval. Het was gewoon vrij leeg en ik ben nergens gecontroleerd. Dus het was helemaal niet zo spannend en zo. Ja, en dat is eigenlijk een van de hoogtepunten. Ik heb gisteren boodschappen gedaan. Vond ik gisteren ook wel heel fijn. Wauw. Dat het er even uit kon gaan. Je hebt eigen vette week gehad. Ja, ja, in ieder geval, dat is het radiowaardige. Heb je dus, iets gekocht? Kroephoek. Ja, dat is kroephoek. Zo. Ja, en, ja, en, nou ja, en dat heel Nederland de rep roer is om iets anders dan het coronavirus. Namelijk de sneeuwstorm die eraan zit te komen. Dat was ook alweer een hoogtepunt natuurlijk. De Gelderlander die je dan volspamt met dat soort berichten. Ik zag op nu.nl het woord winterstorm staan. En ik denk, oh ja, kom maar. Ik ben benieuwd. Dat is echt letterlijk het enige dat ik heb meegemaakt. Nee, je hebt het nog niet meegemaakt. Dat komt nog. Nee, dat niet inderdaad. Ik ben heel benieuwd. Morgen, hè? Inderdaad. Nou, vannacht al. Ik heb inmiddels wel zoiets van, ook al is het iets wat zeg maar een soort van gevaarlijk zou moeten zijn. Het is eindelijk een beetje reuring in de tent. Nou, laat maar precies. Komen. Een keer iets anders. Even wat. Gewoon, hè? Gewoon een keer een ander nieuwtje inderdaad. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. En ook hoe mensen erop gaan reageren. Ik ga vannacht alleen wel stiekem naar buiten. Heb ik met mijn vriendinnen besproken. Ga je toevallig sleeën? Nou, wij gaan gewoon wel vannacht elfjes, hoe heet het, elfen maken. Sneeuwelfen, ja zeker. Dus, ik ben benieuwd hoe het eruit ziet vooral. Ja, leuk. Ga ik. Heerlijk. Ik hoorde het laatste verhaal van een man. Die had onze vorige video gedeeld. En die dacht, nou werd hij multimiljonair. Dat klinkt als muziek in de oren. Ik zeg niet dat het er iets mee te maken heeft, maar probeer het gewoon, liken, abonneren, delen met iedereen die je kent. Iedereen. En wie weet,